Koen, waar is de facecam? Dit is een vraag waar ik vandaag antwoord op ga geven. Waarom? Omdat ik vind dat dit uitleg nodig heeft. Want er is in één keer, had je even mijn facecam. En dan in één keer, boom. Mijn facecam verdwenen uit al mijn video's die ik de afgelopen tijd gemaakt heb. Ik heb hier een reden voor en dat ga ik jullie vandaag vertellen. Dus let's go. Om te beginnen begrijp ik eigenlijk niet echt waar deze vraag voor nodig is. De vraag zelf slaat eigenlijk helemaal nergens op, aangezien er een heleboel YouTubers zijn die geen facecam gebruiken. En als je echt per se wil dat ik hier even een voorbeeld van ga pakken, dan heb ik hier even een paar hele mooie voorbeelden van je. Hier zijn we dan. The Popular MMO's is een YouTube kanaal die heel af en toe zijn gezicht laat zien in bepaalde vlogs. Maar in de gameplays gebruikt hij geen facecam. Waarom? Omdat facecam volgens hem in de weg staat van de gameplay. En dit is ook precies de reden waarom ik geen facecam gebruik. Het staat gewoon te veel in de weg van de gameplay. Al kan ik begrijpen dat er in sommige gameplay video's facecam best wel leuk is om naar te kijken. Maar ik gebruik niet heel erg veel facecam meer omdat het gewoon te veel in de weg zit. Nog een heel erg groot voorbeeld van YouTubers die geen facecam in hun video's gebruiken. Think Noodles. Hij heeft één keer een gezichtsreveal gedaan, maar dat is het. Al zijn gameplay video's zijn zonder facecam gedaan. En dit is omdat hij, nogmaals, de gameplay niet in de weg wil zitten met zijn gezicht. En daarmee hebben we ook nog eens een beetje zijn hele mooie fantasie. Wat bedoel ik daarmee? Nou, het fantasie van de kijker, dat wekt op als we geen facecam gebruiken. Dan kun je alvast een beetje in je hoofd verbeelden van wie je nou eigenlijk achter zijn computertje zit te gamen. Ik vind dat dat echt een heel erg leuk idee is. En ik denk dat er nog een heleboel andere mensen zijn die dit zouden moeten proberen. Ik zeg niet dat het verplicht moet worden, absoluut niet. Want facecam is optioneel. Maar je moet toch wel eventjes kijken of het gebruik van facecam echt iets voor jou is. En daarmee bedoel ik dus dat als jij geen facecam in je gameplay video's wil gebruiken, doe het dan gewoon niet, weet je wel. Het is jouw eigen ding, het is jouw kanaal, het zijn jouw video's. Maak gewoon lekker de keuze als jij dat zelf zou willen. Ik hoop dat dit een beetje meer duidelijkheid heeft veroorzaakt voor de mensen die zich afvroegen: Koen, waar is de facecam? Nou, ik hoop dat dit een goed antwoord voor je is geweest. Als dat zo is, doe dan even dat duimpje omhoog. En wil je nog meer van dit soort video's zien? Laat maar even weten in de reacties. En als je dan toch bezig bent daar beneden, laat dan ook gelijk wel even in de reacties achter van wat wil jij dat ik ga bespreken in de volgende video. Ik ben best benieuwd waar jullie mee komen. Als jij nog meer van ToGamingNL wilt zien, dan raad ik aan om eventjes op de video die nu in beeld staat te klikken. En als je nog niet geabonneerd bent op ToGamingNL, abonneer dan eventjes op het ToGamingNL logo te klikken. Dan zie ik je graag terug bij de volgende video. Later mensen!